En hier eindigt dan Vara Woensdag op 2. Morgen, donderdag, 8 september, zijn we weer met Vara Klassiek op 4. Dat start om 7 uur met Morgenrood. En vrijdag, 9 september, om 3 minuten over 3, op Hilversum 2 met Vara's Radio Weekblad. Daarin de media, de rode draad, de stem des volks en onder vuur. En natuurlijk heel veel aandacht voor de reacties van de luisteraars. Griep? Goed om dan zo'n probaatmiddel als Witte Kruis in huis te hebben. Maar lees voor het kopen eerst de aanwijzing op de verpakking. Witte Kruis, zodra het nodig is. Elektriciteit laat je aan vakmensen over. Uneto-vakmensen. Voor aanleg, reparatie en onderhoud van elektrische installaties. Maar ook voor radio, televisie en elektrische apparaten. De Uneto-vakman geeft u het juiste advies en goede service. De Uneto-vakman, voor uw veiligheid. Uneto. Vakmensen in elektriciteit. Het is nu 14:30, Radio Nieuwsdienst verzorgt het ANP. Vorig jaar is in ons land 226 kilo heroïne in beslag genomen, ruim 50 kilo meer dan in 1981. Deze cijfers zijn bekendgemaakt door de Centrale Recherche Informatiedienst. In het jaarverslag van deze dienst wordt verder melding gemaakt van het oprollen van 4 heroïne-laboratoria. In zo'n laboratorium wordt heroïne vermengd met andere stoffen, zoals cafeïne, zoutzuur en strychnine. Door dit versnijden kan men meer heroïne verkopen dan men in werkelijkheid invoert. Voor 1982 waren deze laboratoria in ons land onbekend, aldus de Centrale Recherche Informatiedienst. De Franse minister van Defensie Ernu heeft gedreigd dat de Franse marine de artilleriestellingen in Libanon zal vernietigen die beschietingen uitvoeren op het Franse hoofdkwartier in Beirut. De minister deelde mee dat vliegtuigen van het Franse vliegkampschip Foch verkenningsvluchten uitvoeren om vast te stellen waar de stellingen zich bevinden.